Vele filmers die vaak met de grootste moeite en onbegrip vorm hebben gegeven aan een nieuwe en andere manier van kijken. Transformation. Dream, like a living dream. Though I
In 1923 schreef de Russische experimentalist Vertov: tot vandaag verkrachten wij de filmcamera. We dwongen hem het werk van onze ogen te kopiëren. Hoe beter die kopie, hoe beter het shot, was men van mening. Vanaf vandaag zal de camera vrijgemaakt zijn en zullen we hem in de omgekeerde richting laten werken. De afstand tot de kopie wordt groter. In 1928 kwam de Spaanse schilder Louis Buñuel naar Parijs om samen met zijn landgenoot Salvador Dalí te werken aan het schrijven en regisseren van de klassieke surrealistische film Un chien andalou, De Andalusische hond. In die tijd schreef Buñuel: historisch gezien is de film een heftige reactie op wat de avant-garde-cine werd genoemd. Die richtte zich uitsluitend op de artistieke gevoeligheid en de reden van de toeschouwer. Tot deze groep avant-garde filmers behoorden Ruttmann, Cavalcanti, Man Ray, Vertov, René Clair, Dulac, Joris Evans enzovoort. In Un chien andalou plaatst de filmer zich voor het eerst op een zuiver poëtisch moreel niveau. In de uitwerking van de plot werd iedere gedachte aan een rationele, esthetische of andere gerichtheid op technische vraagstukken als irrelevant van de hand gewezen. Het resultaat is een film die opzettelijk antiplastisch, antiartistiek is als men die vanuit de traditionele regels beschouwt. De bronnen waaruit de film zijn inspiratie put zijn die van de poëzie, maar ontdaan van de ballast van de reden en de traditie. Het doel van de film is in de toeschouwer instinctieve reacties van bekoring en afkeer te provoceren. In zijn eigen beschrijving van Un chien andalou schrijft Buñuel: er was eens een balkon in de nacht. Een man, Buñuel. Oh, the photograph moved again. We gotta put something. Just a minute. Hang on a second, guys. Okay, do it again. You ready? You ready? Right. Where are we now? You ready, Fred? One. Okay. You ready? Right. Okay, wait a minute. Wait a minute. One second. Wait for my cue. Wait for my cue. Ready? Okay, go ahead. Er was eens een balkon in de nacht. Een man, Buñuel, sleept zijn scheermes dicht bij het balkon. Kijkt naar de hemel en ziet een licht wolkje naar de maan drijven. Het hoofd van een jong meisje met grote ogen. Het wolkje drijft langs de maan. Het scheermes gaat door het oog van het meisje. Snijdt het in tweeën. Kijk eens om. Hey. Huh? Fijn aan, hè? Nou, trek die andere camera. Even wacht. Ja, doorlopen.
Mooi gezicht, hè, moet je zien. Kom eens heel langzaam bij. Heel langzaam, heel langzaam. Ga maar zitten. Langzaam. Ja, een beetje omhoog. Kijk eens achter mij door. Ja, oké. Heb je iets speciaals bedoeld? Nou, ik wou dan eerst een beetje de techniek leren. Of de techniek tussen hoe een camera werkt. En, ja. Dus niet direct beginnen met een film te maken of zo. Nee. Dat dus wel naartoe. Dus eerst. Dat is natuurlijk voor iedereen hetzelfde, neem ik aan. Nee, dat is niet zo. Nee. Waarom zou je niet meteen met, als je nou wil filmen, waarom zou je niet meteen met een film beginnen? Nou ja, ik bedoel, het is natuurlijk wel leuk om direct met een film te beginnen, maar ja? Ik heb dus nog nooit een camera in mijn hand gehad. Dat we dat onmiddellijk doen. Nee? Nou, daar moet je wel een paar enkele dingen, zal ik wel even van zeggen. Ja. Dus brandpunt, zo, dat soort van dingen. Oh, dat weet ik wel. Ja. Dus die termen bedoelt u? Ja. Van focus en... Ja. Nou, dan zijn we er al bijna. Hè? Ja, dat is... Ja. Klaar. Ja, dan zullen we een camera pakken. Een aantal citaten van Jean Cocteau. Ik kan pas aan een opdracht beginnen, niet als ik een idee heb, maar als een idee mij heeft. Als het mij achtervolgt, lastig valt en zo ondraaglijk foltert dat ik niet anders kan dan het uitwerken. Om mij ervan vrij te maken, koste wat het kost. Werk is voor mij een soort marteling. En als het af is, wordt niet werken een nieuwe marteling. En een kunstwerk moet ook een moeilijk grijpbaar object zijn. Het moet zichzelf weren tegen vulgair betasten, waardoor het bezoedeld en misvormd wordt. Het moet in een zodanige vorm gegoten worden dat mensen niet weten hoe het vast te houden. Dat leidt tot verwarring en irritatie bij de critici. Zij reageren er met beledigingen op, maar het werk behoudt zijn frisheid. Hoe minder het begrepen wordt, hoe langzamer het zijn bloembladen openvouwt, hoe later het zal verwelken.
In 1965 zei de maker van experimentele animatiefilms Harry Smith over de eerste homoseksuele films van Kenneth Anger: iedereen vond zijn films toen, in 1947, ontzettend gênant. Vreselijk waren ze. Hij voelde zich gegeneerd, ik voelde me gegeneerd. Ik ging bij hem op bezoek en hij was bang dat zijn moeder erachter zou komen dat ik bij hem was. Zij zat boven. Toen Kenneth ging zitten op een soort gouden stoeltje uit Versailles dat van zijn moeder was, brak een van de stoelpoten af. Hij wilde de poot weer vastmaken aan de stoel. Hij trok de jaloezieën op, maar het koord brak en de hele toestand stortte op de grond. Maar het is me gelukt de film voor de Art and Cinema Society te krijgen. Dat was, geloof ik, de eerste keer dat de film voor een groot publiek gedraaid werd. De zaal van het San Francisco Museum of Art was met minstens 300 mensen gevuld. Hij kwam de vertoning bijwonen en iedereen geneerde zich voor hem. Wat nu volgt is een deel van een gedicht van een Eskimo van het volk der Tula-Indianen. De titel is Spyglass Conversations, gesprekken met een verrekijker. Ik zie een wolk die lijkt op een kokospalm. Er zijn wolken die lijken op golven in de branding. Jij ziet niet de kleuren en vormen van de wolken. Ik zie ze als mensen die zich bewegen en zich buigen. Ze komen net als mensen omhoog. Er zijn wolken die lijken op vele lopende mensen. Ik zie ze elke keer dat ik over de zee uitkijk. In de volgende film, The Horseman, The Woman and the Moth, De Ruiter, De Vrouw en de Mot, gemaakt door de Amerikaanse meester-experimentalist Stan Brakhage, probeert de film datgene wat wij zien, als wij onze ogen sluiten, te visualiseren.
Een journalist vroeg Jean-Luc Godard eens wat hij nou eigenlijk wilde. Zijn antwoord? Ik moet praten en mezelf pratend tonen. Tonen en mezelf tonend tonen. En als ik dat gedaan heb, moet ik over de techniek en de filosofie ervan spreken. Ik moet een filosofisch gesprek hebben over het technische aspect en een technisch gesprek over het filosofisch aspect. Het is net als met Socrates, die alleen probeerde te praten met mensen. Iedereen werd er kwaad over en ze dwongen hem zelfmoord te plegen. Hij wilde alleen maar zeggen, weet je het zeker? Het enige wat hij tegen mensen zei was, weet je zeker dat je gelijk hebt? Is je haar goed geknipt? Denk je dat dat de beste manier is om het te knippen? En zij zeiden, oh Socrates, wat doe je nou? Wat wil je nou zeggen? En hij zei, ik wil helemaal niks zeggen. Maar weet je zeker dat je haar goed zit?
shit. De experimentele filmcriticus Jonas Mikus schrijft: de moderne filmdichter creëert volgens de regels van zijn eigen onbewuste, en dat is waar het ware creëren begint. En alleen met het gevoel voor cinema dat op die diepte wordt gerealiseerd, ontstaat de hoop op het ontstaan van een filmische kunst. Thank you.
Trinidad. They make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme. Guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Coo. In het volgende filmfragment Living gebruikt Frans Zwartjes een opmerkelijke cinematografische techniek bij de opname van zichzelf en zijn actrice. Er is geen andere cameraman in de kamer. Ten slotte, van Oscar Fischinger, de optische gedachte. De optische dans op de klanken van de rivier die je ziel is. De bloemen van een brein. De dans van het handschrift en het lied van de bloemen. En het wit van de wolken en het blauw van de lucht. Soms is het donker en zie je in de duisternis niets dan je eigen gevoel, je eigen bewegingen, je eigen hartslag en de vervoering van je hart, je bloed. Dat is het wat je ziet, wat hoort bij de muziek,
de sterren. De hemel. De duisternis. En het licht. Of je eigen liefde. Je eigen hart. Het licht van je geest. Het dansende licht van je bloed en van je gevoel. Straks na het 10:30 journaal ziet u in Den Haag vandaag een interview met minister De Koning.